In de bibliotheek gebeurt tegenwoordig veel meer dan enkel het uitlenen van boeken. Nijmegenaren kunnen er terecht voor een krantje en een kopje koffie. Ook worden er allerhande activiteiten georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld literaire avonden. Dat hoort allemaal bij de bibliotheek anno 2016. Een veranderende organisatie die aan de hand van de nieuwe bibliotheekwet tal van nieuwe taken kreeg. De bibliotheek anno 2016 is echt een bibliotheek die outgoing is. Dus eigenlijk veel meer extern gericht. We zijn ook echt daarvoor slagen gemaakt dat we echt naar buiten kunnen en goed kunnen samenwerken met verschillende partijen. En die partijen zijn welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, ook culturele instellingen. En welke partijen nog meer met ons we kunnen samenwerken of willen samenwerken. En dan krijgen we goede activiteiten op poten voor iedereen. Dus de bibliotheek is voor iedereen. Voor alle doelgroepen in de samenleving. En daar moet je de juiste dingen natuurlijk voor doen. De bibliotheek richtte zich vroeger veel meer op het uitlenen van boeken, de beschikking stellen van boeken. En heeft nu expliciet in de bibliotheekwet een taak gekregen om ook dit soort literaire activiteiten en andere culturele activiteiten te organiseren. Dus het is een wettelijke taak. En ik vind dat de bibliotheek in Nijmegen die taak ook heel erg goed op zich neemt. Dus ik ben daar heel, heel erg blij mee. En als we ook kijken naar de filialen zoals ze die vroeger in Nijmegen hadden. We hadden heel veel wijkbibliotheken. Die waren ook heel erg gericht op die boeken. We hebben nu minder bibliotheekfilialen in Nijmegen. Maar die zijn, zou ik maar zeggen, wel breder inzetbaar. Dus ook niet alleen maar gericht op dat uitlenen. Maar ook weer op dat ontmoeten en het organiseren van activiteiten. Waar, zou ik maar zeggen, enkele jaren geleden er een automaat stond met smerige koffie. Kun je nu heerlijke koffie drinken. Dus mensen die daar een krantje lezen. En ga maar eens kijken 's ochtends hoeveel mensen daar een krant of iets anders lezen. Dan hoort daar een kopje koffie bij. We hebben dus activiteiten in deze bibliotheek. Dat zijn literaire activiteiten die 's avonds plaatsvinden. En daar is echt een avondje uit voor de mensen. En dat is een mooie uitgaansmoment. Waarbij ze een prachtige avond hebben. En dan willen ze natuurlijk ook wel iets kunnen nuttigen. Uiteraard een goed kop koffie. Maar na die tijd of in de pauze kan er ook iets anders genuttigd worden. En toen hebben we ook destijds om een ondersteunende drank- en horecavergunning gevraagd. Zodat ook mensen nog iets langer kunnen vertoeven bij zo'n activiteit. Dat ze daarna hun idool kunnen ontmoeten of iets dergelijks. Ondersteunende horeca dus. Maar is deze vorm van horeca wel geschikt voor de situatie in de bibliotheek? Het is ondersteunende horeca. En ondersteunende horeca betekent dat de horeca ondersteunend moet zijn aan de hoofdfunctie. En op het moment dat het ondersteunend is, kan het in mijn optiek nooit door een derde ondernemer gedaan worden. Om een simpele reden, dan is het niet meer ondersteunend. Die ondernemer heeft namelijk maar één doel, zoveel mogelijk geld verdienen. Ondersteunende horeca mag ook niet zelfstandig reclame maken. Ondersteunende horeca mag niet stunten. En mogen dus geen reclame maken voor het ondersteunende gedeelte. En dat is wat er wel gebeurt. De ondersteunende horecavergunning is echt puur voor onze activiteiten. Dat is alleen maar dat soort momenten. En voor de rest niet. Dus ja, daar is geen concurrentie wat dat betreft. Niet alle horecaondernemers zijn blij met de extra taken van de BIEB. De Nijmeegse afdeling van brancheorganisatie Horeca Nederland spreekt van valse concurrentie. Ik vind het echt jammer en conservatief. Dus ik zou een oproep willen doen aan de horeca van zoek de samenwerking met de culturele instellingen. Maar ik begrijp ook wel dat mensen zorgen maakt. Ik hoor ook ergens een noodkreet in. Ik zie om me heen dat er natuurlijk veel horeca is in Nijmegen. Dat maakt Nijmegen heel aantrekkelijk. Maar voor sommige bedrijven is het gewoon moeilijk om het hoofd boven water te houden. Dat snap ik heel erg goed. Maar als je het moeilijk hebt, dan zou ik zeggen, stop je energie in de samenwerking met andere instellingen, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek of andere culturele instellingen. Kom met nieuwe concepten. Dat lijkt me veel beter dan brieven te schrijven aan de gemeenteraad. Ik heb ook niks tegen de bibliotheek. Helemaal niet. Ik vind alleen, op het moment dat je met gemeenschapsgeld concurrerend gaat optreden met de reguliere horeca, dan gaat er iets mis. De politiek is het niet eens. Wat vindt de bibliotheek eigenlijk zelf? Nu heb je toch echt een goede voorziening, wat echt heden ten dagen toch wel iedereen vraagt. En dat is wel wat wij nu ook al met Coffee Lovers dus ook echt kunnen bieden. Een goede kop koffie.